Het was de afgelopen week de warmste week ooit gemeten. Het kwik steeg dagelijks tot ver boven de 30 graden. Tegelijkertijd kampen we al jaren met droogte. Drinkwaterbedrijven waarschuwen dat de waterdruk mogelijk naar beneden gaat. En die waarschuwen ons ook om niet te veel zwembadjes te vullen of ons gras te besproeien. Moeten we anders omgaan met ons water? Daarover ga ik praten met onze Delta-commissaris Peter Glas. Meneer Glas, goedenavond. Goedenavond. Um, is het heel gek als ik zeg dat ik eigenlijk nog nooit van een Delta-commissaris had gehoord? Nou, is dat gek? Uh, gemiddeld gesproken denk ik niet dat iedereen uh, elke dag opstaat uh, in gedachten met de Delta-commissaris. Wat, wat, wat doet een Delta-commissaris? Tien jaar geleden is besloten in Nederland dat uh, water uh, te veel en te weinig. En ook hoe we ons aanpassen aan het veranderend klimaat, dat dat eigenlijk een nationale zaak is. Want tot nu toe was dat in Nederland altijd geregeld door dijkgraven en allerlei uh, waterschappen. Uh, we werken daar al eeuwen aan. Uh, maar toen is gezegd, we moeten daar eigenlijk meer samenhang in aanbrengen. Het is een kwestie van het Rijk moet samenwerken met de regio. En we willen eigenlijk elk jaar een update hebben. En we is ook het parlement. Ja, ja. Dus elk jaar maakt de Delta-commissaris, en dat is nu tien jaar op rij, een uh, rapportage. Dat noemen we Delta-programma, waarin de, we kijken naar. Wat is de stand van de veiligheid? Hoeveel dijken moeten er worden aangepakt? Hebben we voldoende water? En sinds een paar jaar, dat is de derde lood aan de stam, kijken we ook naar die klimaatadaptatie. Oké, okay, Maar u zei, hebben we voldoende water. Ja. Um, dat is anders dan we even lang hebben gedaan. Eeuwenlang stond de Nederlander bekend als de meest succesvolle strijder tegen water. Nog steeds. Ja, ja maar hij, de, die Nederlander kan daar nu die kan daar wel succesvol in zijn. Maar ja. het probleem is veranderd. van... Te veel aan water, worstelen we nu met te weinig aan water, toch? Ja, droogte is overigens ook door de eeuwen heen altijd wel uh, bij tijd en wijle een probleem geweest. Alleen de frequentie, ook in Nederland. In 1976 hadden we een hele grote droogte. En soms staan er grafiekjes in de kranten en dan staat er één lijntje van het, het neerslagoverschot of het uh, verdampingsoverschot. Allemaal techniek, maar dat is eigenlijk de maat voor hoeveel komen we tekort. En dan is 1976 in de recente jaren altijd een soort uh, ja, referentie. Okay. Maar u zegt het is vaker gebeurd, maar. Ja, Zeker. U maakt zich desondanks wel zorgen. Ja, wij maken ons met z'n allen zorgen. En tien jaar geleden was dat al voorzien. We hebben nu ja. nu drie jaar op rij: uh, toch eigenlijk een extreme situatie. Uh, die lijkt op die van 1976. Elk jaar is anders. En, en elk gebied in Nederland is ook niet hetzelfde. Maar uh, ja, het feit dat we het nu drie jaar op rij hebben, maar dat ook wereldwijd het hele noordelijke halfrond uh, zucht onder de droogte uh, nu al een aantal jaren. En dat is zorgwekkend. Als we dan, dan kijken naar ons land, waar, waar, afgezien van die warme temperatuur, ja. waar komt die droogte dan vandaan? Want is dat dan een. Uh, oh, ondertussen zijn er toch ook ja. gewoon rivieren en ja, En er is, dus, er is dus water. Hoe verhoudt zich dat tot die warmte? Ja. En levert dat dan weer droogte op? Ja. Ja, nou, het is een ingewikkeld verhaal. Nederland is een delta, waar Rijn en Maas en nog een paar andere rivieren... natuurlijk gratis en voor niks ons land binnenkomen. Dat is maar goed ook. Want als we het alleen van de regen zouden moeten hebben... dan waren de problemen nog veel groter. Dus die, 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 die rivieren, die worden helemaal verdeeld over het land... met pompen en gemalen, door slootjes. En dus ja, dat is gemiddeld gesproken heel goed voor elkaar. En zelfs ook in droge jaren, zoals in 2019... dan worden we er net nog weer wat slimmer in... dan Verdelen we het water nog optimaler. Daartoe zijn we, al, we zijn al in staat om te denken: oh, het is daar wat droog. Ja. Daar sturen we wat meer water ja, naar zee. Ja. Want de indruk ontstond zo'n beetje de afgelopen week, als ik naar de media ja. keek en luisterde, dat we eigenlijk vooral goed zijn in Nederland in het, in het zo snel mogelijk dat water naar de zee brengen. Maar dat is niet zo. We zijn ook goed in het slim verdelen van het water ja, ja. over wat wij noemden hoofdtakken. Dus dan heb we het over de rivieren, bijvoorbeeld naar het IJsselmeer. Dat is onze nationale regenton. En twee jaar geleden heeft de minister al op adviezen van de deskundigen gezegd: van nou, daar moeten we eigenlijk extra water in opslaan in het vroege voorjaar. Nou, dat gebeurt allemaal, maar, maar ja, we kunnen niet overal in dezelfde mate evenveel water voor alle behoeften naartoe brengen. Dus ik denk wel dat we ons moeten realiseren. Het idee dat er altijd overal, voor iedereen, voor elke functie voldoende water is en ook nog gratis, ja dat is wel eindig uh, aan het worden en, ziet u en daar dan, moeten we ons op voorbereiden en ziet u dan al knelpunten, als u nu kijkt naar Nederland wat zijn dan uh, plaatsen of ja. activiteiten ja. waarvan u denkt, nou die komen wel in het gedrang nu zo langzamerhand uh, de, uh, in veel kranten en in andere media ook, is natuurlijk sprake van Hoog-Nederland, Oost-Nederland Gelderland, Overijssel, Drenthe ik woon zelf in Brabant, Limburg, maar ook Zeeland zou je denken dat is toch een natte provincie, maar ja. dat is heel weinig zoet water. Dus die gebieden die zijn vooral afhankelijk van regenwater en het diepe grondwater. En daar waar functies zijn, daar kan de landbouw zijn, maar ook de natuur. Of nou ja, de productie van frisdrank of bier, die afhankelijk zijn van dat grondwater. Daarvan kunnen we zien, en niet in de laatste plaats ook het drinkwater, dat daar nou ja, we tegen de grens aan beginnen te lopen. En de grondwatervoorraden beginnen te zakken, dus letterlijk gewoon steeds dieper in de grond. Ja. Nou, uh, het gewas op, uh, op het land, uh, maar ook de natuur, zucht dan ook onder de droogte. Dat is het ondiepe water waar de wortels van de planten uh, bij moeten. Uh, dus in die gebieden is de nood uh, hoger. En in het westen en uh, deels ook in het noorden van Nederland hebben we weer een heel ander fenomeen en dat is eigenlijk uh, het zoute zeewater wat via de monding van de rivieren naar binnen dringt. Uh, en ook onder de duinen door uh, ja, ja, in dus de vorm de zee van kwel drinkt zich aan ons we ja, hebben wij als Laten we het onaardig zeggen, als het afvoerputje van al die rivieren. Ja. Het extra zwaar, hebben we het zwaarder dan bijvoorbeeld de, de, de binnenlanden van Europa, waar die rivier doorheen komt. Nou, in de in andere landen, ik kom net van vakantie in, in, in Frankrijk. Uh, nou, daar uh, weten ze ook wat droogte is. En dan nemen ze ook maatregelen. Dan zijn ze soms zelfs radicaler dan we hier tot nu toe zijn. En ja. dat is gewoon verboden te spuiten in je tuin of je auto te wassen. En dan met drinkwater. Ja. Uh, dus uh, elders in Europa, ik zei al, het hele noordelijk halve. Rond, eh, hebben we de afgelopen jaren dit fenomeen. Dus, eh, maar tot nu toe komen de rivieren nog steeds in voldoende mate eh, over de grens. Eh, maar het zijn die gebieden die vooral afhankelijk zijn, nogmaals, van regenwater en, eh, en het diepere grondwater, eh, waar de problemen ook het grootst zijn. En daar kunnen we niet zomaar met de huidige infrastructuur water naartoe pompen. En we zullen dus het water beter moeten vasthouden. Mm -hmm. uh, en uh, alle waterschappen, daarvan weet ik. Uh, maar de... ook Rijkswaterstaat: die trekken alle stuwen op om het langer vast te houden. Die trekken alle stuwen op. Ja, dat zijn dat. Tot in de kleine slootjes en beekjes. Uh, als je daar eens een keer een wandeling zou uh, maken. Een zo, Zie je en, dat daar ja. kleine. Uh, ja, wij noemen dat stuurtjes. Dat zijn schotten, soms uh, al dan niet uh, geautomatiseerd. Dan kun je ze van afstand bedienen. Maar die houden het water tegen, zodat het niet snel wegstroomt. Nou, in het vroege voorjaar worden die vaak omlaag gehaald, omdat het dan keihard heeft geregend en het water wegloopt. Nou, we hebben al na aanleiding van de afgelopen jaren met elkaar uh, uh, besloten van nou, we gaan echt tot het maximum vasthouden. Ja, op enig moment moet je het ook weer lopen. Ja. Uh, en in West-Nederland hebben we die verzilting. Dus een beetje tegendruk vanuit die rivieren is daar ook nodig. Ja. Nou, Makkelijk is het niet. Het nee, we nee, hebben uh, maar, uh... maar één watersysteem. En we moeten alle extreme daarmee kunnen bedienen, eigenlijk. Hè? Is het nou zo, hè, want u, u, u beschrijft net een, een land waarin er, um, uh, aan, uh, uh, er verschillende. Um, sectoren in de samenleving ja. zijn die de consequenties ondervinden ja. van wat dat water doet. Dat is de landbouw, dat is de industrie, ja. maar dat zijn wij ook, met z'n allen, als, ja. als particuliere consumenten. En ja. de natuur. Noem maar op. Zijn wij met z'n allen voldoende. Uh, zijn we ons voldoende bewust van hoe hoog de nood is? Nou, ik denk dat dat beter kan en dat misschien ook beter moet. Dus ja, helaas, het is wel zo dat een, een periode van droogte helpt. Maar het is natuurlijk aan de overheid, met name, maar ook aan de industrie zelf. Ja, maar zelf. u zegt, een, een, een periode van droogte helpt? Want je zou ja, denken: communicatie helpt het. Anders zat ik hier niet vandaag. Nee, dat dus is dat waar. Maar, maar tegelijkertijd te zit u hier ook, omdat heel veel mensen toch gewoon die zwembadjes vullen. Want warm weer betekent dat we een zwembadje willen. En ja. dan gaan we met hoogwaardig ja. water. Gaan we uh, dingen doen die, uh, ja, die misschien nou ja, Dus terecht dat de, de, de drinkwatersector daar ook op hamert. Van doe dat nou niet. En ja, we, ik moet zeggen, in het Delta-programma, waar ik dus verantwoordelijk voor ben, hebben we ook echt uh, al tien jaar geleden hebben dit ingezet. En de afgelopen zes jaar is er 400 miljoen uh, besteed van het Rijk. In het Delta-fonds, maar ook vanuit de regio, provincies, waterschappen, gemeenten om allerlei nieuwe manieren te vinden om dat water beter vast te houden, slimmer te verdelen, zuiniger ook te zijn. Nou, die, die zwembadjes vallen in die categorie. In de categorie en we zijn hebben de komende er. zes jaar, is nu alweer besloten, gaan we dat verdubbelen. Gaan we 800 miljoen euro, dat is toch best groot geld, zeker ook in deze tijd, gaan we daaraan besteden. En dat zullen we weer in het Delta-programma op Prinsjesdag presenteren. Uh, uh, dat, dat we dat gaan doen. Maar dit getal heeft de Minister, ook al genoemd, dus dat mag ik nu ook herhalen. En dat is een weerslag van de urgentie die wij hierbij voelen. Ja, nou, nou hebben wij het over droogte en de consequenties daarvan. Daarnet hoorden we uh, 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 aan, uh, aan uh, zo rond een uur of zes... Uh, dan werd het weer, werd ja. het weer uh, beschreven. Dat krijgen we straks zo meteen weer te horen. Ja. En uh, tijdens het beschrijven van dat weer... of het geven van die weersvoorspelling... ging het over hoosbuien en hagelbuien ja. in Zeeland en Brabant. Uh, de, ik voorspel dat we dat straks weer gaan horen. Ja. Uh, wat, kunnen we, wat kunnen we daarmee? Hebben we kunnen we nog iets met het feit dat we zo nu en dan... ineens extreem veel water ja, binnenkrijgen? Ja, nou, het beste wat de waterbeheerder wil... is eigenlijk gewoon een week lang uh, nou ja, uh, zoetjes regen. Dat is ja, het beste. Ja, ja. Want dan kan het ook in de bodem indringen, in dat grondwater. Ja, ja. Maar, maar daar, daar helaas... dat, dat wensen maakt nog nee, niet dat het gebeurt. Nee, dat gebeurt. helpt niet. Dus de plansbuien komen ook. En dan zien we in stedelijk gebied zien we de putdeksels springen. Dat betekent ook dat de inrichting van onze woonomgeving... de inrichting van bedrijventerreinen, die zal ook... Letterlijk op de schop moeten. Daar is men zich al van bewust. En op zelf... de schop moeten in de zin nou ja, dat van dat we dus veel meer ruimte die buien moeten kunnen, ja, ruimte oogsten. reserveren, op daken, onder de grond, onder straten, om water op te slaan. Um, Ten slotte wil ik naar de toekomst kijken met u even heel kort nog. Uh, komende tien jaar, wat, wat zijn dan de acute problemen waar we ons uh, mee te verhouden hebben? toe te verhouden hebben? Nou, zeespiegelstijging is een onderwerp wat uh, niet onder de droogte valt, maar dat is wel iets waar we in het Delta-programma. Uh, en ik zeg erbij dat Delta-programma is eigenlijk een manier om niet te wachten op ellende, maar vooruit te, te kijken. Dus we kijken een generatie 2050 en zelfs 21 vooruit. dus, dus ook dat zouten water wat en zich ontdekt. En het zouten water, die zeespiegelstijging, dat is er één. Maar ook uh, we monitoren heel nauwgezet en dat doen we ook met het KNMI en met anderen van hoe ontwikkelt zich nou dat. Die extreme van het weer. Want ik hoor van de meteorologen dat ze ook wel verrast zijn door onze hete uh, nachten. Uh, hadden ze op die manier kennelijk nog niet in de modellen. Dat is niet dat die modellen fout zijn, maar die doen het met de kennis die zich ook steeds ja, ontwikkelt. Zij dus moeten ook steeds investeren. Die, die, die knikt en die schudt. Uh, en, en we moeten ook gewoon de bereidheid hebben als samenleving om erin te blijven investeren. Goed. Dus het is investeren, beheren en onderhoud. Het kost groot geld. Maar dan krijg je ook een mooi land waar het goed le leven is en goed werken is. Dan houden we een mooi land waar het goed werken is. Peter Glas, dank u wel voor dit gesprek. Straks.